Wanneer je over de nodige getuigschriften en diploma's beschikt, kan je je eigen zaak beginnen. Je kan diensten leveren en goederen gaan verkopen. Je kan dat onder twee vormen doen. De eenmanszaak of de vennootschap. De meest voorkomende vorm is dan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of de BVBA. In de eenmanszaak zal je zelf eigenaar zijn van je handelszaak. Je zal zelf de diensten verlenen en de goederen verkopen, de rekeningen opstellen en de inkomsten innen. Anders is het in de vennootschap, want de BVBA die zal eigenaar zijn van de handelszaak. Het is de BVBA die via haar zaakvoerder de diensten verleent of de goederen verkoopt, die de rekeningen zal opstellen en de inkomsten zal innen. Waarom zou je nu kiezen voor de eenmanszaak of voor de BVBA? Er is in de eerste plaats de continuïteit. Bij de eenmanszaak staat of valt alles met die ene persoon. De continuïteit kan beter verzekerd worden in een vennootschap. Want de BVBA wordt nooit ziek, gaat niet met pensioen en overlijdt nooit. Een tweede reden om te kiezen is de verschillende behandeling in de aansprakelijkheid. Als de inkomsten lager liggen dan de uitgaven, zal men in de eenmanszaak de verschillen moeten bijpassen uit eigen vermogen. Anders is het gesteld in de vennootschap, want daar zal het tekort moeten gedekt worden door het vermogen van de vennootschap. Tot slot kunnen er ook nog fiscale redenen zijn om te kiezen. In de eenmanszaak betaalt men alleen personenbelasting. In de vennootschap betaalt men een vennootschapsbelasting, maar bovendien zal de zaakvoerder ook nog personenbelasting moeten betalen.